Welkom mensen op het internet. Leuk dat je mijn vlog of mijn YouTube-kanaal gevonden hebt. Deze keer op het programma staat het wederom weer het polijsten en schuren van krassen uit glaswerk. En glaswerk in dit geval van een Toyota MR2 SW20 uit 1991. De Toyota wordt en is compleet gerestaureerd. Zodra de ramen klaar zijn, wordt uiteindelijk de wagen in elkaar gezet. Dus ik ben eigenlijk benieuwd naar het eindresultaat. Toch wel een icoon in de mid-jaren 90. Zo ziet, ik heb hier al één ruit liggen. Ik heb een aantal dakramen liggen, want het is een Targa. Daar heb ik nog wat zijruiten en het achterruitje van de MR2. Waar twee bolle of holle hoeken in zitten van de achterruit, omdat er bepaalde vleugels lopen. Zoek hem maar op, een Toyota MR2 SW20. Daar zitten bepaalde vleugels in en daar ligt die achterruit in. En het is een heel dun ruitje, er zitten een aantal krassen in. Maar goed, de grootste uitdaging zit hem in die holling. Om te kijken of we dat zo strak mogelijk krijgen. Want je hebt natuurlijk maar heel weinig werkoppervlakte. Want een brede pet zal hol liggen ten opzichte van de rest van het glaswerk. Dus ik moet wat kleinere petjes gaan gebruiken. Dat zal wat arbeidsintensiever zijn als wat je normaal gesproken doet. Waar je met grote oppervlaktes kan werken. Maar goed, in dit geval maakt dit wel een hele leuke uitdaging. En ik zal hem ook hier op de werkbank moeten doen. Want op deze glasstand past die niet. Dus ik zal het een en ander moeten verzinnen qua hellingen, vasthouden en dat soort zaken. Dus dat maakt voor deze maakt dat een enorme uitdaging. Zeker ook omdat het een heel dun ruitje is. En het is gehard glas. En dat wil zeggen dat hij dus kan springen in plaats van scheuren. Dus maar goed, Murphy heb ik naar huis toegestuurd. Dus we gaan het zien. Ik heb al een aantal delen van mijn werkgereedschap heb ik al klaargelegd. Waarvan de grote pet, de kleinere pet, een nog kleinere pet en een nog kleinere versie. Om met name die kleine, die zal ik veel hier gaan gebruiken. Om daar de krassen uit te halen. Zeg ik, er zitten er niet veel in, maar er zitten er een aantal in dat je denkt van jammer, gaan we er even uithalen. Wat ik al zeg, ik heb een groot gedeelte van de spullen heb ik al bij elkaar gezocht. Ik ga beginnen. En vind het leuk om de vlog te volgen. Stay tuned. Schoongemaakt, binnenkant, buitenkant. En ik ga even de camera oppakken en even laten zien waar de krassen zitten in deze ruit. Moment. Zo, zoals ik al zei, kijk. Even laten zien waar de krassen zitten. En kijk, loop naar beneden toe. Dan heb je hier heb je de scheidingsrand. Even kijken of je hem kan vinden. Even kijken. Ja, hier. Hier loopt hij. Hier heb je de scheidingsrand waar het raam stopt. Bij de raamsnorren. En raamsnorren zijn de rubbers in de deur. Daar stopt die. En de rest zit eigenlijk aan het frame bevestigd. Dan hebben we nog een andere kleine. En dat is dat hier en er een stukje in zit waar ze getracht hebben iets weg te slijpen. Wat, weet ik niet. Maar ook dat gaan we. En nu zitten er overal. Ja, ook hier zie je. Is het vaak dan lastig? Oh, hier, kijk. Volg het lampje en dan zul je zien dat er krassen in zitten. Even kijken. Hier hebben we. Oh ja, hier hebben we er ook nog een paar. En dit geldt eigenlijk wel zo'n beetje voor praktisch alle ruiten. Ik zal hier en daar tijdens het hele proces zal ik er een ruitje tussen uitpikken waar ik ook hier zie je aan de bovenkant zie je goed krassen zitten. Zal ik hier en daar wat ramen pakken en de schade laten zien.
deze ruit, de allereerste. Ik moet hier en daar nog wel het een en ander nalopen, want daar gebruik ik altijd de viltstift voor. Zodat ik kan asseren waar ik nog hier en daar nog wat moet nalopen. Hier. Hier. En zo zijn er nog een paar kleine stukjes. Maar we gaan langzamerhand gaan we richting het einde. Het eerste zijruitje is klaar. We gaan nu door naar nummer 2. Dit is de bestuurderskant en we hebben de passagierskant al gedaan. Bij deze heeft met name hier een brede rand met krassen, horizontale krassen, diagonale krassen, kronkelkrassen. Dan hebben we hier een scheidingkras van het frame van de raamrubber ook. En ook hier een raamsnor die slepen is, ook die haal ik eruit. Deze is ook wel behoorlijk aangetast. Maar goed, dat maakt de uitdaging wel weer een stuk leuker. We gaan aan de slag met nummer 2. Ik zal de schade even laten zien van deze ruit. Oh, je ziet het al, hè? Een hoop krassen. Hier zo'n slijprandje van een raamsnor en dan heb je hem hier, even kijken, daar, lampje even goed opzetten. Dat is een hele lange, die loopt echt van links naar rechts, raamsnor. Is inmiddels ook klaar, we gaan nu aan een dakpaneel beginnen. En aangezien... je soms creabea moet zijn of creatief met kurk, zoals ze dat wel eens noemen. Heb ik maar een zijsteun gemaakt en met duct tape vastgezet. Zodat ik in ieder geval op hoogte kan werken en niet op een werkbank hoef wat glad is en je geen werkruimte hebt. Dus dit is stabiel genoeg om mijn werk te kunnen doen. En de grootste schade zit hier. Ze hebben getracht een logo's weg te. Dus hier. Hier is een kras. Hier is een kras. Kleintje. Hier. Pak even het lampje erbij. Waar heb ik hem gelaten? Ja, hier onder mijn handschoen. Even andersom. Dat schrijft wat makkelijker. Hier. Hier is een dikke. Dat is vuil. Daar. Kleintje, kleintje. Hier zit er een. En dan, dat zijn de wat diepere krassen die ik nu geasseerd heb. En dan heb je nog de wat oppervlakkige. Hier zit een grote, maar die zit in het zwarte gedeelte, dus niet in het zichtveld. Dus even kijken hoe ver ik daarmee kom met uitpolijsten, niet met schuren. Want wij houden in principe altijd, als we schadeherstel doen aan glaswerk, houden we altijd twee vingers breed, of in dit geval het zwart geasseerde deelte van de ruit, schuren en polijsten we niet. A, omdat het vaak van binnenuit uit het zichtveld is. En je moet een bepaalde marge houden met het uit kunnen polijsten. De randjes zijn vaak net oplopend. Dus je krijgt een soort kuiltje in de rand ten opzichte van het glaswerk. Dus als ik hier een vlakke pet op zet, zit er hier een klein deeltje wat niet geraakt wordt. En dat is met qua polijsten heel erg lastig om dat glad te krijgen en weer glanzend te krijgen. Dus vandaar dat we zeggen, we houden altijd een masje van twee vingers aan of het zwarte gedeelte om daar schadeherstel te doen. Het staat ook allemaal op mijn website vermeld dat we ook een gegarandeerd 80 tot 85% krassen eruit halen. Dus die 15% zit hem in die randen. Behoudens zware schade van bijvoorbeeld lasspetters en dat soort zaken.
Want je kan maar tot een gedeelte kun je schuren en een polijsten, met name het schuren. Je kan niet oneindig door blijven gaan, maar je hebt wel te maken met een bepaalde, hoe moet ik dat noemen, een bepaalde stabiliteit, een bepaalde setting van het glaswerk. En dat is heel erg belangrijk dat je daar niet te veel aan gaat sleutelen. Want de vorm is niet voor niets in een bepaalde bolling en dat soort zaken. Dus deze moeten we ook schuren. We kunnen niet alleen met polijsten af, maar alleen we moeten hem ook schuren, want er zit hier een hele dikke. Dus we moeten sowieso het hele gedeelte pakken en dan uitpolijsten. Kijk, dit is glas in poedervorm. Zien na twee keer schuren dat de krassen eruit zijn. Nu gaan we hem terugpolijsten en op glans brengen. Ja. Klaar. Nog één dakpaneel en nog één achteruit te gaan. En daar zal ik het meeste werk aan hebben. Hier hebben we het andere dakpaneel. En dan zit een dikke. Hier is een dikke. Hier zit een rare kringeltje. Hier is een heel dunnetje. Hier een heel dunnetje. Hier is een steenslag. Hier een diepe. Een kleintje en diep. Dunnetje. Dan gewoon de bepaalde smoezeligheid van het glas zelf. Met hele lichte waskrasjes. Daarheen. Daar zit nog een iets diepere. Hier zit nog een iets diepere. Ja. Goed, ook dit wordt schuren en polijsten. Zo, het tweede en het laatste dakpaneeldeeltje is ook klaar. Krassen zijn eruit. Hier zit nog een steenslagputje die te diep is om zoveel glaswerk weg te halen. En dat geldt hier ook voor de drie puntjes. Die is te diep. Om dat weg te halen. Je moet ook wel de stabiliteit en de integriteit van het glas blijven behouden. En het spanningsveld wat een glasplaat heeft. Dus we kunnen niet te ver gaan. En 99% van de krassen zijn eruit. Hier op bepaalde randjes daarna wat je daar niet bij kan komen in verband met de warmteontwikkeling. Waardoor de kans loopt dat die scheurt. Of in dit geval barst. En strak, al zeg ik het zelf. Inmiddels vier ramen gedaan vandaag. En morgen ga ik me oriënteren op de achteruit. Op glans. En hier heb ik het over, waar ik het al aangaf. Hier zitten, even kijken, net zag ik ze. In de verlichting, denk ik. Ja. En dan hier zit er ook één. Kijk, die is te diep. En dat is een behoorlijke krater. Maar voor de rest is de ruit weer strak. We zijn inmiddels beland bij het laatste onderdeel van de glaspolijstklus. En dat is het achterruitje. Ik heb hem op de bok vast kunnen zetten. En vervolgens kan ik nu aan de slag om hem uit te gaan polijsten. Want er zitten heel veel oppervlakkige krassen op. Hier en daar een klein, iets wat diepere.
En als ik ga voor een schadeherstel van 90%. 100% gaat niet lukken. Waarom niet? Omdat ik te maken heb met de holling van het glaswerk. En nu heb ik een kleine en ik heb nog een iets kleinere waar ik moet kijken of ik hem inderdaad net in de holling kan pakken. En nu wil dat zo het geval zijn dat de krassen lopen eigenlijk bijna tot aan het holle gedeelte. Dus je kan wel merken dat het eigenlijk in principe dit schoongemaakt is, maar de holling is wat minder als dat de schade toe doet voorkomen. De ruit heb ik inmiddels schoongemaakt. Dus we gaan nu even kijken hoe we de schade eruit kunnen krijgen. Ik pak even de camera op en dan laat ik je even de schade zien. Zo, even het lampje erbij pakken, even kijken. Nou goed, kijk, je ziet het al, het zijn allemaal... allemaal krassen. Hier zit een wat diepere, wat langer bezig zijn. En ook hier zit een wat diepere, net voor de bolling omhoog. En dat geldt eigenlijk voor deze kant ook. In de bolling zelf valt het op zich nog wel mee. Het is net vanaf het eerste moment zo... Kijk hier, zie je? Het is echt zo'n stukje. Shot hiervoor heb ik even de helft van het ruitje gedaan, puur alleen op polijsten. En je kan zien dat het glaswerk een hogere glans heeft gekregen en alle hele fijne krasjes eruit zijn. Het zit er nog hier en daar, zit er nog wat diepere, daar heb ik wat langere tijd voor nodig om dat eruit te krijgen. Maar er zit een significante verbetering in het glaswerk. Ik zal het even laten zien. Kijk, je ziet ook dat de glans weer lekker terugkomt. En dat er hier en daar nog een paar kleine... Kijk, zie je dat puntje wat ik de eerste keer al aangaf hier, zo. En dan zie je hier... Zie je, dus er hangt een bepaalde waas overheen voor hele fijne krassen. Is ook gedaan. Het achterruitje is klaar. 95% van de krassen zijn eruit. Behalve hier nog wat aan de randen. Dat is het zwarte gedeelte. Dat is op zich niet zo erg, want er komt ook nog een strip overheen waar het raam in geklemd zit. Dus dat is geen issue. Voor de rest is de ruit weer strak. Het hele project van, totaal 5 ruiten is ten einde. Ik ga deze op de grond neerleggen en dan ga ik de klant verwittigen dat hij de ramen kan halen en verder kan gaan met zijn project met de Toyota MR2 SW20. Dit voor zover. Wederom weer bedankt voor je belangstelling en wellicht zie ik je in de volgende video. Ciao!